ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in deze video ga ik je laten zien hoe je met een hartje een bloem kan vouwen. Dus je leert een hartje vouwen en met een aantal hartjes, 4 in dit geval, kan je ook een bloem maken. Wat je nodig hebt voor het hartje is alleen een vouwblaadje. Wat je nodig hebt om de bloem te maken, dan heb je iets meer nodig, is een vouwblaadje om de hartjes mee te vouwen. Om het rondje mee te maken heb je ook weer een vouwblaadje nodig of een ander stuk papier. En daarvoor kan je bijvoorbeeld al zo'n magneet gebruiken en een potlood en een schaar om het rondje uit te knippen. Vervolgens heb je ook lijm nodig om het aan elkaar te plakken en zo'n ijsstokje. Die kan je gebruiken als steel voor de bloem. En die kan je vaak halen bij of de HEMA of de Action of een hobbywinkel, waar je maar wil. Dan ga ik nu beginnen met het vouwen van een hartje. Je begint met dit vierkant. Dit is onder, dit is boven, dit is links, dit is rechts. En ik vouw 1 keer de rechterkanten naar elkaar toe en dan precies op de punten. En ik zorg voor een goede stevige vouw. En die vouw ik weer open. Dan draai ik hem een kwartslag. En dan doe ik nog een keer die rechterkanten naar elkaar toe. En dan maak ik weer een stevige vouw. Goede vouw. En dan heb ik hem zo. Heb je 4 vierkanten. Nu pak ik de onderkant en die vouw ik precies naar het midden. Naar de middenvouw. Op deze manier. En als die zit, draai ik het blaadje zo om. Deze punt gaat nu daar naartoe. Deze kant komt dus op het midden. Daar gaan we. Zo. Op deze manier. En natuurlijk de andere kant ook. En zo. Als je dit omgekeerde huisje hebt, draai je hem weer om. En nu gaat het erom dat deze kant, de rechterkant, naar het midden gaat, naar deze middenlijn. Dus ik vouw hem zo precies naar het midden. En ook de andere kant vouw ik naar het midden. Zodat je dit figuur krijgt. Nu vouw ik dit puntje naar het middenstuk hier. Zodat deze lijn hier opkomt. Eigenlijk krijg je een spiegeling van deze kant. En die heb je ook echt nodig. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom. En ook de andere kant vouw je naar het midden. En deze punt, je ziet hier al een beetje dat er een soort vakjes ontstaan. Deze punt gaat naar die punt toe. En zo meteen, je kan het beste hier een beetje je vingers doen, hier, zodat het een beetje meebuigt. Maar je moet hem nu nog niet vouwen, anders dan vouw je de bovenkant van het hartje verkeerd. Nu heb je die punten zo op elkaar hier. Dit is nog niet helemaal strak gevouwen. Want nu ga je heel voorzichtig omhoog werken. Dit gedeelte, dat ga je wel een beetje meevouwen. Maar dit gedeelte hier blijft een beetje omhoog. En hier hetzelfde aan deze kant. De onderkant hier vouw je wel een beetje mee zo. En de bovenkant duw je juist een beetje deze kant op naar boven toe. Hier ook. En dan krijg je hier deze vouw. Die ga je precies op dit gedeelte van het hartje vouwen. Zo. Zodat je hem op deze manier gevouwen hebt. Daarna kan je hem wel strak vouwen. Andere kant doe je precies hetzelfde. Ook weer dit lijntje precies op dit gedeelte. En dan kan je hem strak vouwen. Hier heb je nu 2 driehoeken.
De bovenste kan je nu in het vakje wat ik net liet zien erin vouwen, helemaal tot het einde door. Zodat je hem zo overhoudt. Je ziet al een beetje hoe het hartje gaat worden. Hè? Deze punt ga ik nu hier naartoe vouwen. En deze punt ga ik hier naartoe vouwen. Je hebt nu al een hartje met punten. Als je dit leuk vindt, kan je hem zo laten. Wat ik zelf meestal doe, zoals ik het ook in de bloem heb, is dat ik hem hier nog even omvouw. Dus dan pak ik deze punt en die vouw ik hier naar het kleine stukje om. Dat ik hier een rechte kant heb. En dit stukje vouw ik dan ook. Zodat ik een rechte kant heb. En zo heb je een hartje gevouwen. Het is natuurlijk leuk als we een bloem ervan willen maken om er meer dan één te hebben. Dus ik ga er nu nog een aantal vouwen en dan kom ik zo bij je terug. Ik heb nu de 4 hartjes gevouwen. Wat ik nodig heb is een steel. Ik ga hem groen maken. Tenminste, ik ga hem niet groen maken. Deze is al groen, die heb ik zo gekocht. Ik heb lijm nodig. Ik heb een schaar nodig. Voor het hart van de bloem heb je rondjes nodig. Ik heb daarom een rood vouwblaadje hier en een magneet. Maar je kan natuurlijk ook een passer gebruiken. En met een potlood maak ik even een rondje. En teken ik even een rondje, moet ik zeggen. En hier nog één, want ik heb er 2 nodig. Zo, en die knip ik uit met een schaar. En als jij in het midden liever een vierkantje wil, of liever een driehoekje, of iets heel anders wat jij leuk vindt. Nou ja, ik hou je niet tegen. Doe het lekker. De filmpjes die ik maak zijn alleen maar een richtlijn. Ik bepaal niet wat jij moet doen. Dat bepaal je zelf. Ik hoop alleen je een klein beetje te inspireren door voorbeelden te laten zien die je zelf misschien ook weer kan doen. Op jouw manier. Nou, en op, 2 rondjes geknipt. Hier zien ze er een klein beetje verkeerd uit, want ik was net al bezig, maar toen hield de camera op. Vandaar dat dit nu een klein beetje gek eruit ziet. Maar daar plakken we natuurlijk zo het rondje weer op. Ik leg de 4 hartjes bij elkaar. Je ziet al waar het rondje moet komen. Zo. En ik lijm het eerste rondje aan de bovenkant. Van de hartjes. Precies in het midden. Kijk, nu ziet het er weer beter uit. En dan moet ik het natuurlijk even laten drogen. Tot zo. Inmiddels is die een beetje droog. Kan ik hem in elk geval omdraaien, want daar gaat het om. Draai hem om. Je kan al zien waar de vorige zat. Het ijsstokje ga ik eerst opplakken. Ik kijk even hoe die dan... Nou, hij kan wel ietsje lager, hè? Zo bijvoorbeeld, dat er in elk geval hier nog een stuk uitsteekt. Anders zie je nog niks van het steeltje. Dan doe ik wat lijm op het ijsstokje en die plak ik erop. En het tweede rondje wat ik heb geknipt, plak ik daar weer bovenop. Zodat het er een klein beetje mooier uitziet. Het hoeft natuurlijk niet, het is de achterkant. Maar ik vind dat zelf wel leuk. Wat ik al zei, je kan natuurlijk ook een heel rondje hier bijvoorbeeld maken. Hè, dat die goed dicht zit. En zo heb ik mijn bloem gevouwen en geplakt en geknipt van hartjes. 4 hartjes in dit geval. Je kan ze natuurlijk ook nog overlappen door bijvoorbeeld 8 hartjes te gebruiken. En dan kan je het op die manier maken of grote en kleine hartjes. Doe er wat leuks mee. Ik hoop dat ik het je zo een beetje heb uitgelegd dat je er zelf iets mee kan, want daar gaat het me om. Je kan dus een hartje vouwen en je kan met die hartjes een bloem maken.
En misschien weet je nog wel een heleboel andere leuke dingen. Laat het me vooral weten hieronder in de opmerkingen. Als je nog vragen of tips hebt, laat het ook weten. Je kan me ook mailen op mail@meesterarthur.nl. Vond je dit een leuk filmpje? Geef hem dan een like. Wil je meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei!